Het is minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme niet gelukt om een akkoord te bereiken met de boothouders van Commewijne. Dat zei de bewindsman woensdag tijdens de reguliere persconferentie van de regering. De boothouders weigeren te varen voor een tarief van 4 SRD per passagier en eisen een bedrag van 5 SRD. Een eis waarmee de regering onmogelijk in mee kan gaan, benadrukt Jubitana. Tot vanmiddag in de vooravond nog mag u weten dat het technisch team bezig is geweest met de boothouders van Commewijne. En we komen daar op een tarief tussen de 3,30 en 3,75. Maar de boothouders die houden voet bij stuk dat ze 5 SRD willen. Dus u snapt, wij geven aan vanuit de overheid dat de samenleving niet de dupe van mag worden. Daar staan we nog steeds achter. Desondanks hebben we vorige week of anderhalve week terug een handreiking gedaan naar de boothouders toe. Starten jullie met 4 SRD, zodat de druk op de brug, de file op de brug, dat de stress minder wordt, dat de mensen van Commewijne of de mensen van Paramaribo die over en weer treffelen, dat ze ja, binnen 10 minuten in Paramaribo of in Commewijne zijn. Dat is afgewezen. De minister zegt dat samen met de districtscommissaris van Commewijne, Mohamed Safiq Rajab, er andere oplossingsmodellen worden bedacht, zodat passagiers toch naar de stad kunnen afreizen, zonder veel geld uit te geven. Vanavond, we hebben dus een onafhankelijke instantie erbij gehaald om dit uit te leggen, de berekeningen opnieuw te laten zien en natuurlijk met hun winstmarge erin. Wij moeten dus constateren vanuit de overheid dat er hier sprake is van onwil. Wij gaan niet blijven kijken en jammeren. U mag weten dat we een ander plan hebben. En elke ochtend heb ik contact, zeker de afgelopen, begin deze week, eind vorige week, met de DC van Commewijne, met de presscom van NVB, hoe wij dit zaakje gaan oplossen. De gemeenschap, er is geen enkele winnaar in deze. En daar praten we over een redelijk tarief. De overheid, wij doen een handreiking en dat wordt niet aangegrepen. En wij hebben dus gezegd, in die tussentijd laten we werken naar die oplossing. Minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubitana, woensdag tijdens de reguliere persconferentie van de regering.